Welcome back everybody en welcome terug op het kanaal van UGX Mysterious. En vandaag heb ik 2 gameplays, 2 MOABs, 1 op Arcaden, 1 op Village. Eentje met LMG, andere met ACR. En dit is de LMG L86, waar ik gewoon met Extreme Conditioning, Stalker, Quick Draw en dan unlock ik Sleight of Hand, Scavenger, Hardline. Dus alleen mijn Extreme Conditioning is een beetje anders. Daarna speel ik met ACR, dan start ik met een klas die je eigenlijk altijd moet hebben. Scavenger, Quick Door, Stalker en dan unlock ik Sleight of Hand, Assassin, Hardline en All Streaks. Maar ik ga vandaag MOAB tips geven. Heel veel mensen hebben al een MOAB of net een paar MOABs, 10, 15 MOABs. En willen er natuurlijk meer of sommigen hebben nog geen MOAB. Ik heb natuurlijk al, als jullie weten, ik heb al ongeveer 900 MOAB zoiets. Ik tel ze gewoon al niet meer. Ik heb er te veel eigenlijk om nog bij te houden. Ik haal er soms 4 op een dag, dan weer 10, dan weer 5, dan weer 1, dan noem het allemaal op. En ik wil jullie gewoon tips geven voor diegenen die nog eigenlijk misschien nog weinig MOABs hebben gehaald of nog een MOAB willen halen. Tips geven. Heel belangrijke tips. En bij sommigen helpt het en bij de meeste helpt het, denk ik. Dus luister gewoon goed wat ik te vertellen heb. Als jij bijvoorbeeld nog weinig MOABs hebt, ga dan gewoon met die, eigenlijk de makkelijk hanteerbare guns spelen. Ga met een ACR spelen, MP7, P90 bijvoorbeeld. Dat is een heel fijn wapen. Of een, eigenlijk een, wat zal het zijn, een M4 of zo. Of een SCAR. Zulke wapens zou ik gebruiken. Als je gewoon ACR, SCAR allemaal gebruikt en je vindt de Iron Sights lekker, gebruik dan gewoon Extended Mag en Silencer. Als jij de Iron Sight niet lekker vindt, pak dan Red Dot en Silencer. Ja, dat zijn de belangrijke dingen. Ook start met Scavenger, want Scavenger Pro eigenlijk. Scavenger Pro betekent dat je gewoon alle kogels al hebt. Dus eigenlijk gewoon heel je magazijn al helemaal vol is. Plus al je extra magazijns die je mee kan nemen. Dat is gewoon lekker om je streak te beginnen. Heb je sowieso genoeg kogels om heel je streak af te maken. Begin ook met Quick Draw. Quick Draw is gewoon sneller aimen. Kan je soms je tegenstander makkelijker of beter mee zijn. Het is 50% sneller als ik geloof dat het was. Daarbij gebruik ik ook Stalker. Stalker is als je beweegt dat je sneller kan aimen. Dat is ook allemaal, dat is eigenlijk streven, zal ik maar zeggen, waar ik altijd doe en wat Paul en noem het allemaal wat doet. Dat is super handig. En Stalker Pro is helemaal handig, want dan kan je door claimers lopen, bouncing baddies, noem het dan maar op. Die worden dan getriggerd en die gaan dan een paar seconden later pas af en niet gelijk dat je soms hebt. Die dingen zou ik echt mee starten. En dan ook een keer Sleight of Hand, want je maakt meestal wel 2 kills met je wapen. En dan wil je reloaden en dan heb je lekker Sleight of Hand, dus kan je snel reloaden. Dan kan je als tweede perk, heb ik meestal Assassin of Marksman. Eén van die twee kan je kiezen. Het ligt er maar net aan wat je fijn vindt. Assassin, Marksman. Probeer alles wel pro te hebben. Zelfs als je straks al specialist hebt, heb je aan alles wat. Heb je wat aan Blast Shields Pro. Heb je wat aan Recon Pro. Noem het dan maar op. Daarna unlock ik als zesde Hardline. Sommige mensen denken, ik ga iets anders ontlokken. Maar weet je wat het is? Je unlockt Hardline. En voor hetzelfde geld heb je al een assist. Dan nog een assist heb je al je specialist. Of je hebt met nog een kill, heb je al alle perks. Dus dat betekent dat je van 6 perks naar 15 perks. Want je begint er met 3, je hebt er al 3 unlocked dan. Plus je gaat specialist bonus, heb je alle 15 perks. Heb je ook alle prophecies of zo volgens mij op je wapen. Als ik goed bedacht, heb je focus en noem het dan maar op. En kijk, dat is heel belangrijk. Dat zijn heel belangrijke dingen. Sommigen zeggen, maar dan ga ik als 6e ga ik bijvoorbeeld, weet ik veel wat gebruiken. Blind Eye of zo. Maar dan maak je die 7e kill, maar die 8e heb je net niet. Omdat je bijvoorbeeld net een perk te weinig komt of weet ik veel wat. Ik zeg gewoon 6e Hardline. Dat is om hem echt te doen. Trouwens, we zitten al in Village. Maar dat is echt gewoon een klas die ik zou doen. En met mijn P90 en MP7 is precies hetzelfde klas. Precies hetzelfde zou ik doen. Wat ik ook voor tips kan geven. Dat zijn heel rare tips. Ik speel altijd met Portable. Leg je Portable een beetje bij een span neer. Een span. Jullie weten meestal alle maps, de spans wel. Probeer gewoon met je team gewoon overal op elke span een Portable te hebben. Om gewoon te weten waar ze spannen. Maakt het voor jou makkelijker. Dat is ook een tip natuurlijk. Probeer natuurlijk met een team te spelen. Een team wat, dat noemen we al vaker, met 6 versus 6. Probeer 6 man te hebben. 9 versus 9. Probeer 9 man te hebben. Probeer ook mapverdeling te hebben. Want je kan het gewoon zien als je nou bijvoorbeeld een keer op start drukt. Of je kijkt linksboven op je minimap. Je weet ongeveer waar iedereen loopt. En je moet nagaan, je tegenstander loopt meestal aan de kant waar bijna jouw maten niet zijn. Dus daar moet je ergens heen om die kills te maken. Dat zijn allemaal belangrijke dingen die je in de gaten houdt. Wat je ook voor moet zorgen, probeer als jij met een team bezig bent geen triple cap te veroorzaken. En hoe kan je dat niet veroorzaken? Sowieso niet op de derde vlag gaan staan. Jawel, je mag er overheen lopen, noem het dan maar op. Maar niet pakken, zal ik maar zeggen. En dan krijg je zo, stel wij hebben nou hier 2 vlaggen, wij hebben B en C. Hun hebben A.
En wij zouden nou op aan gaan staan, moet je niet doen. Je moet pas een tweede vlag weer pakken als je een vlag kwijt bent. Dus wij hebben nou twee vlaggen. Als wij er nou één kwijtraken, dan pas moet je weer een vlag pakken. Want ik zie dat heel vaak. Dan heb je B en C. Hun pakken ineens C. Dus jij denkt, oh, wij pakken A erbij. Dan hebben wij twee vlaggen direct. Maar dan wordt hij ineens op C gekild. Dan heb je ineens triple cap. En heb je de spans niet meer onder controle. Dus pas als jij een vlag kwijtraakt van die twee, dan pas weer één terugpakken. Is ook een heel belangrijke tip. En de allerbelangrijkste tip die ik nog straks ga doen, die komt op het allerlaatste. En die heb ik deze week eigenlijk pas aan iedereen, aan sommigen verteld. En sommigen hebben er echt profijt van. Maar probeer ook, als jij met een party speelt, dus wat ik zeg, een portable gewoon om al die spans. En probeer af te spreken. Eén met specialist, eentje met support die vestjes loopt met UAV's. Andere alleen maar bijvoorbeeld met UAV's en hardline. Gewoon assault, zal ik maar zeggen. Alleen UAV's. Dan heb je snel heel veel UAV's. Heb je veel dingen. Probeer ook mensen die gewoon met een EMP-system spelen. Als hun ineens een heli of een ding in de lucht hebben. Probeer met launchers gewoon in je team. Probeer dat gewoon allemaal een beetje af te spreken. De ene keer gaat team met specialist. De andere keer die. De andere keer support die. Zo kan je het de hele avond gewoon een beetje leuk houden. De ene keer gaat iemand misschien met assault. Want assault heb je ook nodig. Mensen die net even een predatje te doen. Of een helietje in de lucht. Dat houdt de tegenstander ook bezig. Wat ik nog meer voor tips kan geven voor een MOAB. Als jij een streak hebt. Dus als je specialist gaat. Probeer niet te passief te worden. Dat zie ik vaak. Mensen worden te passief. Die worden gaan twijfelen. Ga niet twijfelen. Als je gaat twijfelen, is het eigenlijk al slecht. Probeer dan gewoon een keuze te maken van, oké, ik ga hierin. Als ik dood ga, jammer. Dan weet je gewoon, ik heb het goede gedaan. Ik ga dood. Ik heb misschien daar net geen goed schot afgeleverd. Noem het dan maar op. Maar dat is gewoon echt iets belangrijks dat je moet hebben. Ook natuurlijk inzicht van basisspannen en noem het dan maar op. Maar dat moet je gewoon in de loop van de tijd krijgen. Maar wat ik vooral echt een tip vindt, en dat moet je echt goed ten harte nemen. Een tip is je camo. Je camo is zo belangrijk. Heel veel mensen zie ik met golden camo lopen, noem het dan maar op. Ik speel met winter camo en het grootste voordeel van winter camo is, ik raak er niet van afgeleid. Je speelt zo en soms kijk je toch even naar je wapen, weet je wel. En als je gold hebt, heb je misschien helemaal. Ik laat de gameplay gewoon aflopen van Village, denk ik. En dan zien we het gewoon wel verder. Maar kijk, dat is gewoon belangrijk. Je camouflage op je wapen. Probeer er gewoon een standaard camouflage op te doen. Help veel. Leid je niet van het wapen af. Dat zijn eigenlijk wel wat tips. En probeer gewoon, toch niet te twijfelen. Als jij een keus maakt, bijvoorbeeld, je gaat naar B, push dan echt volledig. Ga niet wachten, ga niet haperen. Want daardoor ga je meestal dood draaien de spans. Dat zijn allemaal kleine tipjes. Probeer gewoon een team te vormen. Probeer portables in hun span te leggen. Gewoon weten dat ze er spannen. Dat hoef je alleen maar. Probeer ook gewoon met je team te lopen. Dus als jij een streak hebt, laat iemand voor jou lopen. Voor jou de hoek eerst omgaan. Als die doodgaat, oké, dan weet je dat er zitten. En anders kan jij vrij doorlopen. Dat zijn gewoon wat tips, maar camo is het belangrijkste. Ik zie heel veel mensen die gebruiken golden camo, maar die raken ervan afgeleid. Je doet het niet, je doet het niet zomaar standaard. Maar je doet het in je onbewustzijn, kijk je toch naar je wapen. En als jij gewoon ik heb een winter camo. En dan let ik er eigenlijk niet op, ben je minder afgeleid. Kan soms tot betere prestaties leveren. Ik hoop dat ik wat tips voor jullie goed heb kunnen uitleggen. Ik hoop dat jullie er wat van genoten hebben. Like hem dan, reageer, abonneer en ik zeg, see you later everybody.